Deze highlights worden u aangeboden door FedEx en takeaway.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Silva laat lopen. Heel goed gedaan. João Mario. Kans voor Gilberto. En daar is al de goal. Trapt hem geweldig binnen. Na 9 minuten is dat al de voorsprong voor Benfica. 0-1. En gewoon een heel goede aanval van de Portugezen. En hij is erbij mee. En de coach ook, dat hij hem heeft opgesteld. Maar wat een soepele aanval. En het concretiseren van het grote overwicht van Benfica in die eerste 10 minuten. Droge knol, kurkdroog. Openen van Bezjedin. En daar is Tsikhankov. Nou ja. Bijna een kopie van de tweede goal die ze maakte in de verlengingen tegen Sturm Graz in de vorige ronde. Rafa Silva mee, Ramos. Neres komt dichterbij. Hard voor Rafa Silva, maar houdt hem nog bij. En João Mario, oh, dat scheelde niet te veel, denk ik. Nam hem meteen maar over. Niet volle kracht, maar proberen plaatsen. Dubinčak. Ja, Bujalski laat hem weer heel slim lopen. Daar komt Tsikhankov. Kan hij aanleggen? Tsikhankov! Dat scheelt niet veel. Deze bal had een beter lot verdiend. Neres, dat is eigenlijk een overtreding. Maar het is niet nodig, want Ramos maakt er 0-2 van. 36 minuten ver. En Ramos doet waarvoor hij daar staat. En dat is doelpunt te maken. En als hij niet was gevolgd, was het toch een overtreding op Neres die zich knap vrijkapte. Nog eens voorzetten. Of toch maar voor Silva kiezen. Binnendoor Neres. En voorlangs steekt hij hem. Bijna nu al 3-0. Maar hij deed het net iets te veel met de buitenkant. Mooi werk van Rafa Silva. Hier misschien de mogelijkheid voor Tiganemo Kiev. Ah, hij krijgt hem er niet in. Karavaev oog in oog met Vlachodimos. Uitstekende bal. Dat was de kans voor Dynamo Kiev. Hier zit misschien wat in. Met Karavaev. Gaat het alleen proberen. En de parade is er toch nodig van Vlachodimos. Zo heeft hij nu toch twee doelpogingen. Eén grote kans eigenlijk daar straks. Maar het was niet makkelijk. En nu een echte doelpoging. Een echte save nodig.
Opnieuw van Vlachodimos. Hier, bijna Bujalski. En uit de kluts misschien de kans en nog gered door Ba. Van Aert kan niet besluiten zoals hij dat wil. Deze highlights werden nu aangeboden door FedEx en Takeaway.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.